Hoi hoi, ik ben gisteren naar de Kruidvat geweest. En daar heb ik wat dingetjes gekocht in de sale. Of nou ja, althans enkele Catrice producten gaan uit het assortiment. Omdat er in het najaar weer nieuwe producten voor terugkomen. Dat zal ergens rond augustus, september zijn. Dus het leek me wel leuk om gewoon nog een paar dingetjes te scoren die nu voor de helft van de prijs waren. En daarbij heb ik nog een paar producten gekocht die gewoon niet in de sale waren, maar die ik ook gewoon graag nog eens uit wil proberen. Dus die ga ik nu aan jullie laten zien. Laten we maar gelijk beginnen met iets wat niet uit de sale komt. Ik dacht oorspronkelijk dat die wel in de aanbieding was, want ik dacht dat ik dat op het kaartje zag staan, want je hebt nu overal van die gele prijskaartjes eronder. En die in de sale zijn dan. En ik dacht dus dat deze er ook bij zat, maar helaas niet. Maar goed, deze wilde ik al een tijdje proberen. Dit is het Absolute Nude Palette van Catrice. En ik heb hier gewoon al hele goede dingen over gehoord. Dat de pigmentatie goed is, dat je er mooie looks mee kan maken. En dit zijn ook wel echt mijn kleuren, want ik ben niet zo'n type dat echt met hele felle oogschaduw de deur uitgaat. Af en toe een felle lipstick, maar that's it. Dus deze, en die was 5 euro. Ik zal even de kleuren van wat dichterbij laten zien. Kan je zien hoe mooi ze zijn. Dit zijn wel echt mijn kleurtjes. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan gaan we nu door met een lipstick. En die gaat wel uit het assortiment. Dus hier was 50% korting op. Deze was in plaats van 4 euro, was die nog maar 2 euro. Dus dat is al helemaal geen geld. En dit is de lipstick, de Nuder the Better, nummer 190. Ik heb van heel veel meiden gehoord dat dit een van hun favoriete nude lipsticks is. Dit is hem. Toen ik deze in de winkel swatchte, vond ik hem ook heel erg mooi. Hij was niet te bruin. En ja, ik denk ik neem hem gewoon mee. Voor 2 euro kan ik hem altijd gewoon leuk uitproberen. Ik heb al een hoop lipsticks in mijn collectie. Dus nou ja, ik breid hem gewoon lekker uit met deze erbij. En ik ben heel benieuwd hoe die er op mijn lippen uitziet. Dus dat was deze van 4 euro voor 2 euro. Dan zag ik ook op internet dat de Made to Stay Highlighter Pen ook in de aanbieding is. Je hebt als het goed is 3 varianten waarvan er 1 kleur in de aanbieding is. Dat is als het goed is nummer 020 I Want. Deze ziet er zo uit. Het is gewoon een pen. Ik zal hem even uit de verpakking halen. En dan aan de onderkant kun je hem draaien. Dan komt hij er een stukje uit. En zoals de naam het al zegt, kun je deze pen gebruiken om highlighter aan te brengen. Hij leek mezelf heel erg fijn om highlighter aan te brengen in mijn binnenste ooghoek en onder de wenkbrauwen. En heel vaak breng ik hier ook wat highlighter aan. Daar lijkt hij me ook heel geschikt voor. Dus deze heb ik meegenomen. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe duur deze nu was. Even kijken hoor. Ik geloof dat deze eerst 3,90 euro was. En die is dus afgeprijsd voor de helft van de prijs weer. En die was uiteindelijk 1,95 euro. Dus dat vind ik zelf geen geld voor een mooie highlighter. Dus laten we hopen dat het de moeite waard is, deze highlighter. Dan heb ik nog 2 nagellakjes gekocht. Dit is nummer 30, Lilactric. En dit is nummer 53, Inner Purple of Trust. En ik dacht dus dat deze ook in de aanbieding was, maar die was dus in het verkeersschap teruggezet. Maar ja, bij de kassa vond ik het kleurtje zo leuk dat ik dacht ik neem deze gewoon mee. Dus nummer 53, de donkerpaarse kleur, is niet in de aanbieding. En deze lichte kleur wel. Ik vond dit zo'n aparte kleur. Het is een lila kleur, redelijk licht, met allemaal shimmers erin. En ik vond hem zo mooi. Dus deze moest ik wel meenemen van mezelf. Dit is Lilactric. En dit is ook een paarse kleur, maar dan weer heel anders. De laatste tijd ben ik dit soort kleurtjes steeds meer gaan waarderen. Normaal was ik niet zo van de paarse nagellak, maar ik vind het steeds mooier staan. En ja, dit is dan nummer 53, Inner Purple of Trust. En die is niet in de aanbieding, maar hij lijkt me wel heel mooi. Ik ga binnenkort gelijk swatchen, zodat jullie een beetje weten wat jullie kunnen verwachten. Ik heb nog 1 product. En dit product was niet in de sale. En het is ook een limited edition product.
Dit is namelijk de Cat Eyes Eyeliner van de Limited Edition Carnival of Colors, ook van Catrice. En dit is een eyeliner met zo'n stiftvorm. Ik zal hem even laten zien. Dit moet heel fijn schijnen te werken, zo'n stift. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem snel voor jullie reviewen, want het is een limited edition natuurlijk. Dus ja, dit leek me wel heel erg leuk. Nou, dat was alles alweer wat ik bij het Kruidvat had gekocht. Want verder, de producten die in de sale waren, had ik al of vond ik niet heel speciaal. En verder zag ik niet heel veel leuks. Maar als bonus heb ik nog iets voor jullie. Ik laat nog even mijn Victoria's Secret mist zien die ik heb gekocht met de actie bij de Ethos. Ik heb er 3 gescoord in totaal en ik ben er super blij mee. Dit is Love Spell. Die ruikt heerlijk zoet. En in het begin spoot ik hem op en toen vond ik hem veel te sterk. Dus toen heb ik hem laten staan. En een dag later ben ik teruggegaan om hem alsnog te halen. Want ja, ik vind hem toch wel heel fijn. Dus één van de populairste geuren als ik het goed heb. Dus dat is Love Spell. Dan heb ik er nog 2 gekocht. Die zijn allebei van dezelfde lijn. En de een heet Deep Berry en de ander Sensual Jasmine. En ze zijn allebei een beetje zacht, maar toch wel kruidig en bloemig en ja, heel sprankelend en heel fris voor de zomer. Dus ik ben heel erg blij met deze 3 en ik heb ze al redelijk vaak gebruikt. Elke dag spreek ik wat op. En ik ga er sowieso ook 1 of 2 meenemen op vakantie. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. Ethos mag wel vaker van dit soort acties doen. Dus ja, dat waren de body mist die ik heb gescoord. Ik hoop dat jullie de shoplog weer leuk vonden om te zien. En laat me weten waar jij een review van wilt zien. Dan ga ik daaraan werken en zie jullie hem snel terug verschijnen op de site. En ja, ik wil je weer bedanken voor het kijken trouwens naar mijn filmpjes. Want heel erg leuk als je gewoon mijn filmpjes bekijkt en zo afkijkt tot het einde. Dat waardeer ik heel erg. En ik zou het ook heel leuk vinden als je zou abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei! Dit zijn ze en ze zijn echt heel mooi. In ander licht komt dat ding nog beter naar voren. Dus zodra ik er foto's van neem, zal ik dat wel ja, zo mooi mogelijk proberen over te brengen op camera. Dit is er eentje met groene en blauwe glitters. En dit eentje met paars en blauwe.